Sinds oktober van afgelopen jaar heeft Zwolle een nieuw havenmeestergebouw aan het Rode Torenplein in Zwolle, dat deels betaald is met geld van de Europese Unie. In het gebouw zitten de haven- en marktmeesters tijdens het vaarseizoen en op marktdagen. Maar wat doet zo'n havenmeester nu precies? Die klanten die hierbij komen, die moeten zich melden. Er staat eigenlijk voor met de woord dat ze zich komen melden, maar die havenmeester die werkt van 9 tot 12 en van 4 tot 7. Dus als die mensen tussentijds binnenkomen, ja, dan is hier niemand, dus dan gaan ze weer aan boord en dan of ze wachten of ze komen een handje kijken. Maar dan, als de havenmeester dan komt, dan doet hij een rondje over de vlonders en dan kijkt hij van wie heeft wel of niet betaald. Die krijgt een bonnetje, die doet het achter het raam. En dan kan de havenmeester zien, nou, die heb ik wel of niet gehad. En dan loopt hij zo weer langs. In het gebouw zijn douches en toiletten voor bezoekers van de passantenhaven van het Maagjesbolwerk, dat toegankelijk is via een cijfercode. Er is ook een gezinsdouche die eveneens door minder valide varende gasten gebruikt kan worden. Ook kan er drinkwater getapt worden en is er een chemisch toilet. Bovendien zitten hier ook de technische installaties die vroeger op het Rode Torenplein stonden. Zo worden hier bijvoorbeeld de pollers van de bussen geregeld.